Hallo kijkers van Harmen Frode en welkom bij deze gloednieuwe video. Zoals jullie weten ben ik een enorm fan van superheldenfilms. In 2023 alleen al was ik naar Ant-Man and the Wasp Quantumania. Where are we? The Flash. I'm Batman. Guardians of the Galaxy 3. Incinerate them. Blue Beetle. I think I cut a bus in half. The Marvels. En Aquaman in the Lost Kingdom. I'm gonna kill Aquaman. En over de laatste gaat deze week mijn review. Dit is mijn review van Aquaman and the Lost Kingdom. You must know. You from cannot. The bird's eye view. Let's try that again. This prophecy is how you slay those dragons. I love this part. Aquaman and the Lost Kingdom is de allerlaatste film van het DC. Wat een enorm universum was met Batman, met Superman, met Wonder Woman, met Cyborg. Allemaal karakters samen. En dat universum liep helemaal niet goed. De bioscoopfilms deden het niet goed. Aquaman 2 was de 8e flop op een rij. Met films die gewoon $1 miljard niet eens halen. Er zijn zoveel redenen om aan te geven waarom Aquaman 2 gefaald is. Ik denk alleen al de toon van de film was gewoon helemaal verkeerd. Het was niet de toon van Zack Snyder's Justice League. Maar meer een soort de toon van Suicide Squad. En dat past gewoon helemaal niet bij Aquaman. Dat zie je in dit soort beelden. I finally got a job. I'm the king of Atlantis. Er waren een hoop karakters in de film die weinig toevoegden. Bijvoorbeeld Boba Fett's karakter hierin. Ja, die heeft in de hele film gewoon niet echt iets toegevoegd, maar pakt wel weer een chunk van de al vrij korte runtime van de film. My job was a little less stressful than yours. De Black Manta was eigenlijk een soort generic bad guy. Dat zag je aan dingen die hij zei, zoals dit. I'm gonna kill Aquaman and destroy everything he holds dear. Ook zegt de Black Manta vervolgens, I'm gonna murder his family and burn his kingdom to ashes. En in de hele film, ondanks dat het de laatste film is van het universum en niemand het dus hoeft te overleven, overleeft toch gewoon iedereen het. En dan denk je, ja, hij zegt, I'm gonna murder your family, maar het maakt hem helemaal geen appealing misdadiger en hij doet het ook niet. En dat maakt hem eigenlijk gewoon heel zwak en niet echt een bedreiging lijkend. I'm gonna murder his family and burn his kingdom to ash. Die gast wordt een beetje gecorrumpeerd door de Black Trident, wat een soort One Ring is, die hem slecht maakt, ondanks dat hij als karakter niet per se zo slecht is, zeg maar. It's the Black Trident. De rol van Orm voegde weinig toe in de film. Die rol had net zo goed vervuld kunnen worden door Michael Keaton's Batman, om nog een beetje in de sfeer van de Flash te blijven. Maar dat hebben ze niet gekozen om te doen. Oeh, you look rough. Orm, die in Aquaman 1 nog een redelijke bedreiging was, was hier gewoon een soort comedic relief person. Brother, high five. Do not call me, brother. En een andere sidequest met Orm en Aquaman duurde zo lang in de film, terwijl ik nu niet eens meer weet waar die sidequest precies over ging. Terwijl ik hem nog maar minder dan 2 maanden geleden gezien heb, dus dat slaat sowieso al nergens op. True King builds bridges. En sommige delen daarin waren gewoon regelrecht gejat van Star Wars bijvoorbeeld. If you lead, the seven kingdoms will follow. Good people will fight if we lead them. Het voelt niet alsof deze film zich afspeelt in hetzelfde universum als Justice League. Moet je eens kijken naar de vergelijking tussen deze twee scènes. He means to end the bloodline. He's never fought us united. En deze hele film had verder dus ook gewoon heel weinig toegevoegde waarde. Er waren geen cameo's van een Wonder Woman of een The Flash of een Michael Keaton's Batman of een Ben Affleck's Batman of een Cyborg. Allemaal karakters die prima in de film hadden gepast, maar er gewoon niet in zitten. Want de laatste film moest een stand-alone verhaal zijn, wat het niet eens geworden is. 2023 was het jaar van veel teleurstellende superheldenfilms. Ik vond Blue Beetle enorm tegenvallen, maar ik vind Aquaman 2 dus ook gewoon enorm tegenvallen. Het is niet een film die je hoeft te zien. Wat mij betreft had de DC kunnen eindigen bij The Flash, hun laatste echt goede film. En had dit niet gemaakt hoeven worden. Ik ben benieuwd hoe James Gunn en Peter Safran van het nieuwe DCU deze verhaallijnen allemaal op hun eigen manier gaan oppakken. En ik zie daar echt naar uit. Dat begint allemaal in 2025 met de film Superman Legacy. En aangezien er straks een top 10 volgt van de laatste 10 films die ik heb gezien in de bioscoop, gaat de film die ik langs geleden heb gezien eruit. Dat is in dit geval The Killer uit de 14e aflevering. En dan komt Aquaman and the Lost Kingdom in de top 10. En dan gaan we nu snel over naar de top 10.
Op 10 staat nog steeds net als in de film. Eerst vertel je je verhaal en komt er om vanzelf. Op 9 staat Five Nights at Freddy's. I was just calling to see if that job that you offered was still available. Yes. Op 8 staat de film van deze week Aquaman and the Lost Kingdom. And burn his kingdom to ash. Op 7 staat de film van vorige week Wish. I decide what everyone deserves. Op 6 staat Killers of the Flower Moon. This wealth should come to us. Op 5 staat Napoleon. I suggest you take the throne as king. Op 4 staat The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. See how quickly we become predator. See how quickly civilization disappears. Op 3 staat Wonka. Mr. Wonka, I can say you're a man of great ingenuity. Op 2 staat ook de film van vorige week, Godzilla Minus One. Arima, Godzilla. En op 1 staat nog steeds The Marvels. You took everything from me. And now I'm returning the favor. En als iets extra's zou ik jullie ook graag de top 10 willen vertellen van de films die ik afgelopen tijd zelf thuis heb gezien. En die komt nu. Op 10 staat de film Seven, een veel te heftige film met Morgan Freeman en Brad Pitt. Ik vond hem niet leuk omdat hij zo ontzettend heftig was en ik vond het verhaal ook niet heel erg appealing. Dus daarom staat hij op plek 10. You're retiring. Six more days and you're all the way gone. Op 9 staat Love Guaranteed. I've been on 986 dates and not one of them has provided me love. Op 8 staat Heaven is for Real, een christelijke film die ik heb gezien met mijn kring. De film was oké, maar hij had zoveel meer potentie. Ik had verwacht dat het echt een jankfilm zou worden, maar omdat het zo slecht was, heb ik gewoon niet gehuild omdat het niet appealing genoeg was. The hospital staff said that your son was not expected to survive. Use the word miracle. Op 7 staat Retribution met Liam Neeson. There's a man who has put a bomb in the car. Op 6 staat June, a.k.a. June Part 1. Ik vond June erg langdradig. Ik vond het een mooie film, een cinematografisch erg goede film. Maar het pakte me net niet helemaal. Ik heb June 2 ondertussen gezien en daarvoor geldt iets heel anders. Do you often dream things that happen just as you dream them? Yes. Op 5 staat Dunkirk. Where are we going? Dunkirk. Op 4 staat The Firm uit 1993. I get paid to be suspicious when I got nothing to be suspicious about. Op 3 staat Next Goal Wins uit 2023 met Michael Fassbender, een Taika Waititi film. Ik vond hem echt zo goed. Ik heb zo gelachen om de film en hij was gewoon zo ontzettend leuk. Echt een aanrader. We've become quite attached to him. It's like finding a little lost white kid at the mall and telling him which way to go. Op 2 staat Zack Snyder's Justice League. He said the age of heroes would never come again. En op 1 staat nog steeds Tenet. We all believe we'd run into the burning building. But until we feel that heat, we can never know. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor alweer het kijken naar de eerste aflevering van het derde seizoen van Cinemakkers. Volgende week om vrijdag om 4 uur zijn we er gewoon weer. Dan gaan we het hebben over The Beekeeper. Ik hoop dat jullie er dan weer bij zijn. En hopelijk zie ik jullie dan. Tot ziens. Tot later.